Jongens en meisjes, strijders, welkom. Voordat we beginnen, eventjes dit. Voordat we beginnen met de echte video, we gaan van alles openen. Er komen walkouts, er komen packs, rivals rewards, mooie dingen, echt mooie dingen. Even dit. Weekend League staat voor de deur. En ik vind het altijd heel leuk om tegelijkertijd mijn doelpuntenmakers en zo bij te houden. Dat doe ik meestal gewoon in mijn mail of in een notitiedingetje. Maar daar is nu een hele andere site voor, die ik samen met een andere jongen heb. En je kunt ook gebruik maken van die site. Je kunt gewoon even een gratis accountje aanmaken. Dat is hartstikke chill. Dan kun je dus per pot doelpuntenmakers en allerlei statistieken invoeren. Het wordt allemaal bijgehouden op die site. En je kunt aan het eind van je weekend even aangeven hoeveel potten je hebt gewonnen en hoeveel potten je hebt verloren. En dat wordt dan allemaal elke week voor je bijgehouden. Kun je straks over 5, 6, 7, 8 weken weer terugkijken. Oh ja, dat weekend was mijn goede weekend. Zo ging het. Wanneer speel ik wel goed, wanneer niet. Welke spelers doen het goed voor mij. En je kunt zien hoe vrienden het doen. Maak gewoon even een accountje. Is hartstikke leuk. Ik ga het zelf gebruiken. Het zou leuk zijn. Links staat boven in de beschrijving. WL Scores. Ga het checken. Daar gaan we. Wil jij een nieuwe game kopen? Of heb je je controle tegen de muur gegooid? Of heb je iets nodig van hardware of software? Check dan zeker even het linkje in de beschrijving van mijn partner G2A. Dat is de grootste internationale gaming marktplaats. Strijders, welkom bij een nieuwe video. Rivals Rewards vandaag, divisie 1, rang 1. We gaan genieten. Ik ga jullie mijn team laten zien hoe ik nu speel. Ik ga nog even wat packies openen, denk ik. Want het is morgen, vrijdag, gewoon tijd voor de eerste Weekend League. En dan kunnen we, als het goed is, live. Gisteren, in de video van gisteren, heb ik uitgelegd waarom ik nu nog niet live ben geweest. Maar vanavond, op deze donderdagavond, krijg ik, als het goed is, mijn nieuwe PC. Dan worden de video's weer beter, weer top. De streams worden geweldig. Vandaag dus even iets minder geluid nog. Iets minder lekker licht van de voorkant. Maar wel een lekker videootje voor jullie. Vergeet je niet te abonneren. Zeker als je ook de streams en andere video's niet wil missen. En een duimpje wordt gewaardeerd. Ja, rang 1, divisie 1 dus. En wat apart is, ik dacht dus dat je dan echt een ultimate pakketje zou krijgen. En we zien hier dat bij rang 1 nog niet het geval is. Alleen volgende week is dat wel zo. 1 megapack en 1 ultimate pack. Maar als we dan naar de vorige competitieuitslagen gaan, hier links onderin. De vorige competitieuitslagen, dan zien we hier bij de rewards nog deze beloningen. 2 megapakketten, 1 zeldzaam goudpakket en 1 zeldzaam megapakket. Dat is wat we nu hebben gekregen. We zitten dus in divisie 1. Het gaat wel lekker met rivals. Ik zal jullie ook even snel laten zien met welk team ik op dit moment speel. Ik heb een paar dingen geprobeerd met Premier League selecties. En ik heb nu Firmino er even bij gehaald. Vooral ook om het even te kijken of ik met hem zou kunnen spelen. Maar in een 4-4-2 systeem vind ik dat niet fijn. Ik vind het niet fijn om met Werner en Firmino te spelen. Ik ben heel erg onder de indruk van Mané en Salah. Ik ben echt onder de indruk van die twee. Hoe komt dat? Vooral, we weten hoe snel ze zijn, maar vooral die finishing. Mané heeft 90 finishing, Salah heeft 91 finishing. En dat voel je, dat merk je. In deze game is het heerlijk als je met zo'n spits vlak voor de keeper komt. Ze schuiven hem eronder door, ze plaatsen alles erin. Echt heel fijn. Werner, prima, maar die gaat er wel nog voor het weekend uit. Die gaat er vandaag uit, denk ik. 88 finishing, hij is snel. Tuurlijk, niet slecht, maar niet goed genoeg. Voor de rest ben ik dik tevreden en ik wil eigenlijk sowieso gewoon met deze defensie gaan spelen komend weekend. Ik ben er wel over uit. Ik ben heel tevreden over al deze spelers. Varane en Gomez zijn echt fantastisch. Ik kan me bijna niet voorstellen dat er nog iemand veel beter kan zijn dan Gomez. Virgil van Dijk moet beter zijn, want zijn statistieken zijn natuurlijk allemaal beter. Maar Gomez is echt insane voor mij. Hij is echt heel goed. Dus we gaan even kijken. De Bruyne en Kanté, die gaan denk ik ook allebei wel blijven. Het worden echt Werner en Firmino die we nog moeten gaan vervangen. En het liefst wil je toch iets met Mbappé gaan doen. Maar dat wordt weer lastig te linken. Dan hebben we ook echt een icon nodig. Een Franse icon. Moeten we even gaan kijken of het een beetje te doen is. Mbappé is wel iemand die je graag wil. Neymar. Maar dat wordt lastig. Dan moeten Mané en Salah weer weg. We gaan het zien. We gaan eerst even die Rivals Rewards openen. Als het goed is, staan ze klaar in het winkeltje. Ik heb niet echt laten zien hoe ik nu speel. Vorige week heb ik wel mijn team en tactiek laten zien. En wat ik nu vooral probeer te doen is 4-4-2 spelen. Omdat ik toch veel om me heen ook zie dat goed is. En het is ook echt heel fijn. Maar ik merk als ik achter sta en ik switch naar 4-1-2-1-2. En ik zet met pijltje naar onder en pijltje naar links die teampressing aan. Dat is dan een tijdelijk iets. Dat duurt dan een paar minuten. Ja, dan word ik echt gevaarlijk. 4-1-2-1-2 small blijft nog steeds wel heel gevaarlijk. Maar 4-4-2 is op een of andere manier wel weer wat allrounder. En wat minder riskant, denk ik over het algemeen. Goed, al moet ik erbij zeggen dat het ook vooral met je tactics te maken heeft. Maar 4-4-2 is lekker dat je dan weer wat meer breedte hebt. En dat je die bal altijd ergens kwijt kan. 4-1-2-2 weer smal, kom je soms zo snel een trechter in. Als je tegen een goed iemand speelt, is dat weer te smal en te beperkend. Oké, laten we gaan kijken. Zeldzaam goudpakket. 12 gouden items, waaronder spelers en verbruiksitems, allemaal zeldzaam. There we go. We hebben die beer op de muren veranderd naar een Nederlandse vlag. En het is inderdaad een zeldzaam spelertje. Het is Minamino. Hey. Laat ons nou net veel spelers van Liverpool in de selectie hebben.
Nee, dit is natuurlijk helemaal niks. Ik heb hem in draft gebruikt in een 5-mans defensie als rechter vleugelverdediger. Hij is wel grappig, maar hij is niet super. Door naar de gewone megapakket. 2 megapakketten en 1 zeldzaam megapakket. Of had ik die dan zelfs nog staan? Ik weet het even niet eens. Dit is in elk geval een normaal megapakket. Het is geen walkout, het zijn wel borden. En het is Dele Alli. Die schijnt goed te zijn. Ik begreep van jongens en mijn voetbalteam dat die heel goed is. Die jongens ga ik de komende maanden weinig meer zien. Voetbal is natuurlijk helemaal stilgelegd. Dus daar zullen jullie ook allemaal wel last van hebben bijna. Maar Dele Alli, ja, vrij compleet hè. Vrij compleet qua stats, alleen niet van topniveau. Is er iemand die serie over Spurs kijkt? Op Amazon Prime is dat volgens mij. Ik heb dat dus niet. Misschien dat ik dat serieus speciaal daarvoor, daar zit ik al een tijdje aan te denken om het toch nog even aan te schaffen. Want dat is echt fantastisch om te zien. Ik heb er een paar beelden van meegekregen en dat is echt mooi om te zien. Dan zie je echt de gesprekken met spelers van Mourinho. Je ziet Mourinho dus inderdaad aan Dele Alli vertellen van... Ik vind dat je harder moet werken. I think you should do more. You should ask yourself, why am I not a top player? I'm good, but I'm not a top player. Nou, dat soort gesprekken, maar dat is echt vet. Dan zie je er zo kijken van, oké. Deze man eist veel van mij. Zo staat Mourinho natuurlijk ook wel bekend. Iemand die echt een arm om spelers heen kan slaan, maar die ook echt veel eisend is. Daar heeft hij natuurlijk ook zijn successen mee behaald. Maar goed, gaan wij nog een succesje behalen met deze pakketten is de vraag. Kom op dan. Nog zo'n megapackie. Ik kan het nu nog niet zien. Nee, het zijn geen walkouts vandaag. Wel weer borden? Nee, het is Pavlenka. En Willian en Llorente. Hey, dit is dan wel een grappig packje, denk ik. Llorente was... Kijk, natuurlijk. Dit is lekker. Dan gaan we naar het laatste packje. We hebben maar een tonnetje op de bank. Dat is niet veel. Dus we kunnen nu niet veel. We moeten echt even gas geven. Ach, kom op. Dan zou het toch helpen als deze pakketten wat opleveren, hè? Maar we moeten het doen met borden. Is het Carvajal? Het is niet Carvajal. Het is Sergi Roberto. Sergi Roberto. Ook Catalan. Morata, Roussillon, Oxlade Chamberlain. Watkins. Zo, wat is dit dan? Die Roussillon is gewoon veel waard. Oké, chill. Roussillon die gaat voor 15k of zo. Lekker. Tuurlijk, Franse linksbacks. Voordat je naar Verlamandie kan, moet er nog een soort tussenstap zijn die ook fijn is. En hij is natuurlijk razendsnel. Chamberlain. Deze gast heeft ook een eigen e-sports team, hè? Grappig is dat. Salif Sané. Hij heeft zijn eigen e-sports team. Oh, pats, boom. Ik heb een oplossing gevonden voor het licht. Dit is wel een stukje beter, hè? Jullie zien me weer goed. Niet dat jullie dat willen, maar jullie zien me nu goed. Ik heb, ik wil gewoon spelen. Ik wil goed zijn voor de eerste weekend league. Ik heb draftje gedaan. Dit is een hele zieke goal. Een lekkere tiki-taka goal. En conclusies na deze draft ook weer. Ik had niet zo'n heel goed team. Philippe Anderson en Bellarabi op de flanken. En Didi in de as. Maar Rashford en Son in de spits, die doen het wel voor je. Die doen het echt voor je. Zieke spelers allebei. En het is een spel. Ik win met 4-2, 4-2, 4-3 en 6-4. Ik denk dat ik best wel goed kan verdedigen, maar ik speel best wel aanvallend. Maar dit is een spel waarin je best wel makkelijk terug kan komen. Al sta je 2-3-0 achter, je kunt altijd terugkomen. Dus onthoud dat voor de weekend league. Word niet te snel helemaal lijp. Je kunt echt vrij makkelijk terugkomen. Iedereen heeft moeite met verdedigen. En aanvallen is gewoon relatief simpel. Er gaan ook wat meer schoten in, denk ik, dan bij de vorige FIFA's. Dus dat zijn dingetjes om mee te nemen. Dit is onze eerste packie. Het is een zwart scherm. Is het dan een walkout? Nee, natuurlijk niet. Vandaag is niet onze walkout dag. Vandaag is niet onze dag. Aguilar, dat klinkt Spaans, maar het is een Fransman. Pack nummer 2 uit deze draft. Fun draft beloning. Haaland op het packie. Geen walkout. Ja, je mag ook niks uit verwachten natuurlijk. Het zijn zulke goedkope packies. Dit zijn 7,5k packs. Maar dit mag je ook niet. Dit, eigenlijk is het gewoon schandaal dat je dit krijgt als rewards. Weet je, je moet gewoon betere dingen krijgen. 4 potten zitten zweten, zitten zwoegen, zitten strijden. En dan krijg je dit. Nou, kom maar door. João Felix, geen walkout, dan skip ik hem eerlijk gezegd. Het kan dan wel een aardig goede borderspeler zijn, maar dat is het vaak niet. Hey, het is Leno. Het is Leno Mazraoui, zit daarachter. Leno is 8k of zo. Dat is top. Doen we het voor. Die Mazraoui ook, 81 pace, best wel goed. 77 rated volgens mij. Ziek hoor. Nou, laatste packing. Ik zal hem niet helemaal skippen. Hebben we borden? Het zijn geen borden. Het is een Spaanse RPA. Is het die Lucas Vázquez? Nee, oh, Rüdiger. Ik wilde net tegen jullie zeggen. Dat is ook één les die ik heb geleerd in deze draft. Oh, dit is Sarabia. Rüdiger, die is trouwens ook best wel waard. Die wil ik eigenlijk als super sub meenemen. Voor als je een blessure hebt. Dit is echt een zieke speler. Of als je een rode kaart hebt, zeg maar, in de wedstrijd. Rüdiger moet je gewoon in laten vallen. Want het is niet normaal wat een tank dat is. Voor mij gaat hij ook nog wel voor 8k, 10k. Wat is het? Ja, 8k ongeveer. Maar ik hou hem even in mijn clubpie. Die gaan we gewoon even op de bank zetten. Want hij valt me al meerdere drafts op. Het is natuurlijk een fijne link, hè, tussen alle Duitsers en alle Premier League spelers.
Maar Rüdiger, goede tip. Als je weinig geld hebt, haal die Rüdiger 70 pace. Is lekker. Ik besluit daarna nog even wat FIFA-punten gewoon te gebruiken om packs te openen. We moeten een goed team hebben voor de eerste weekend league. En we packen wel Richarlison. Die is iets van 30k. We packen een walkout. Müller, 10k maar 11k. Stelt niet zo heel veel voor helaas. Maar dan. Onze enige goede pack van vandaag is een walkout. Het is een Argentijn. Het is Agüero. Maar heel lekker. Vooral als je zo bezig bent met echt bewust je team upgraden. En je bent op zoek naar munten. Dan is die Agüero heerlijk. 130k of zo heb ik hem voor weggedaan. Dikke prima. En toen die FIFA puntjes er weer doorheen waren, besloot ik weer gewoon even lekker te gaan draften. En eigenlijk hoop ik daar dan altijd gewoon de mooiste dingen uit te pakken. Dat vind ik eigenlijk wel het leukst. Met drafts een beetje formaties testen, spelers testen. En we zien hier volgens mij gewoon weer een finale, een spannende finale. Er wordt best wel veel gescoord, ook tegen me nog. Maar gelukkig, ik denk dat ik de laatste 4, 5 drafts weer allemaal heb gewonnen. Gelukkig scoren we zelf altijd weer wat meer. We hebben hier ook Mbappé en Neymar in een 4-3-1-2 systeem met Messi op 10 erachter. Heerlijke voorhoede, kan niet beter. En dit is het moment dat onze tegenstander ermee ophoudt. Na deze actie van Neymar krijgen we hem lucky terug of hij verdedigt slecht uit. We zetten onze ploeg onder druk, mijn kap miauwt. Maar achter het standbeen was Mbappé trouwens van de twee. Mbappé die hem afmaakt. 4 wedstrijden gewonnen, dan krijgen we dus weer heerlijke rewards. 3 packs, dat is vaak niet zo'n heel goed teken. Juri en Tadic, het is matig. Maar goed, de aanhouder wint en dus gaan we gewoon nog een draftje doen. En jij zou misschien denken, kun je alleen maar met snelle spitsen spelen? Nou ja, in deze draft hebben we George House op. Hebben we Suarez en Lewandowski naast elkaar. En in de eerste pot winnen we met 3-0 en gaat onze tegenstander vandoor. Ah, je bent zo zielig. Kom maar, ik moet heel veel de deur dicht doen voor het geluid, jongen. Wacht even. Tweede pot, weer 3-0. Lewandowski, rage quit van onze tegenstander. En dan gaan we naar de derde pot. En dan hoop je die lijn natuurlijk door te zetten. En dan is het hier de 13e minuut, 14e minuut. Suarez, hop, heerlijk heel te heel flikkie. En dat doet hij met zijn 3 sterren skill moves. 3-0 en weer een rage quit naar de finale. En in de finale komen we dan tegen deze man en scoort Carrasco pas in de tweede helft. Moeilijke wedstrijd. Lewandowski niet binnendoor meer. Hop, buitenom en met links lekker binnenschuiven. Lekker aan deze game vind ik dat, jongens. Oh, weer een draft gewonnen, maar geloof me, de packs waren weer scheid. Kijk, ja, 4 packs, dan weet je gewoon dat het drama is. En dan ben ik er bijna klaar mee. Ben ik bijna helemaal klaar met alle packs en dingen van vandaag. Ik moet zelf dan, en je praat een beetje raar in de tegenwoordige fluiditeit. Ik moest op dit moment naar Hilversum voor een soort training. En dus zei ik tegen Bart Bressers, de kale vedette, volg die man ook even op YouTube. Wil jij niet even live gaan? Ik weet dat je veel live bent, ook met allerlei packs. EA, geen zorgen, hij speelt geen potten op mijn account. Daar ben ik veel te fanatiek voor. Ik laat niemand anders potten op mijn account spelen. Maar Bart opent een packie voor mij. Hij opent er heel veel, maar hij opent ook dit packie. Hey, een walkout! Ja, de eerste walkout! De eerste walkout, Frans! Kom op! Eindelijk! Jongen, heeft het lang geduurd, zeg. Ja, dat kun je wel zeggen. Het duurde wel echt knijterlang. Maar uiteindelijk zijn we nu hier. We zijn hier. 750k hebben we op het bankie. Met de selectie die er nu is. George, het is zo vervelend. Kom eens even hier. Oh. Ach ja, dit is de boosdoener, de miauwert. George, wat is dit nou allemaal, joh? Hé, hey. Ja, katten zijn ongelooflijk. Katten zijn ongelooflijk. Dan doe ik de deur open en dan blijft hij weer alsnog hier. Dus ze weten zelf ook niet wat ze willen. Ik weet ook niet wat ik wil met mijn team trouwens, daar niet van. Firmino en Werner, die moeten dus eigenlijk nog weg. Ik wil eigenlijk gewoon Mbappé. Wordt lastig. Ik moet sowieso naar deze formatie gaan, denk ik. Ja, Mané ga je dan eigenlijk nooit op goede chemistry krijgen. Tenzij ik hier een speler van Liverpool neerzet. Maar er is niemand als speler in de as die ik daar chill voor vind. Vermoeiend. Dus eigenlijk moet ik ook gelijk gewoon Neymar hebben. Neymar en Mbappé gewoon samen hier. En misschien nog een eikentje. Want De Bruyne en Kanté vind ik eigenlijk allebei wel top om gewoon te hebben. Dus we moeten even kijken hoe ik het ga doen. Werner levert nog wel 3 ton op, dat scheelt. Dan heb ik 1 miljoen. En van 1 miljoen kun je bijna, wat kan ik ervan halen eigenlijk? Geen idee. Ja, nou ja, kan ik wel bijna Neymar halen van 1 miljoen. Dat is wel gunstig. Dan moet Mané dus alleen weer weg. Mané ben ik wel echt tevreden over. Vind ik echt een vette speler. Maar we gaan het nog even uitzoeken. Jongens, goed nieuws. Mijn PC is binnen. Even een shout-out naar William. Die heeft het echt in 1,5 dag gefixt. Thanks William, je bent de beste. Morgen, vrijdag, dus gewoon een livestream. Daar ziet het nu echt helemaal naar uit. Of er moeten hele rare dingen gebeuren. Maar het ziet er naar uit. Morgen live weekend league. Jongens, thanks voor het kijken. Adios, vaarwel. Ciao, ciao.